Dit is Theo. Hij is 21 jaar oud. Hij komt van het Ameland. Had een praktiekskwaliteit in Dokkum. En hij is nou... kraammachinist. Hey Theo. Hoi. Hoe is het? Goed, en met jou? Goed. Wat geven jullie het van? We gaan vandaag vloerplaten draaien voor een nieuwbouwwoning. En daarna gaan we met beton de naadjes aanstorten. Oké. Okay. Dus ik kan voor de slag? Ja. Theo, moest je altijd ook kraammachinist worden? Ja, en vrachtwagenchauffeur. En waarom heb je dan kiezen voor kraammachinist? Nou, omdat ik het een heel leuk beroep vind. Je bent elke dag ergens anders. En je hebt er elke dag iets anders in hangen. Oh, ga maar zitten. Oh, mooi. Het ligt wel een spelcomputer in. Is het ook. En wat is dit dan? Dit is aftoppen, dat die van je af gaat, de mast. Dit is aftoppen? Dat de... Wat is aftoppen? Nou, dat de mast van je af gaat. Oké, okay, ja. Dit is de lierlaat zakken. Dan naar links zwenken, naar rechts zwenken. Hé hey, Theo, dit moet ik allemaal in één keer onthouden? Jazeker. Dat lukt niet hoor, hé. Hey. Viel het toch altijd dat je kraammachinist worden zoest? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Want het is nog best pillen. Ja. De berekeningen en alles, dat is echt heel moeilijk. En best vind ik wel een beetje grutsk op jezelf? Jawel. Zeker. Theo, als je nou op Pro Dokkum zit, dan was kraammachinist worden, was op zijn kraan draaien. Ja. Wat moest dan al je leren om dit te kennen? Nou, dan moet je naar het zomercollege in Harderwijk. Ja. Daar ben ik 4 weken geweest. En daar heb ik mijn TVCT, mobiele telescoopkraan, hijsbewijs gehaald. Toen ben ik naar Kielstra gegaan en daar heb ik mijn ervaring op gedaan. Dus de herstage doen? Ja, ik ging met een andere machinist mee en die heeft mij dat geleerd. Wat voor tips hoe het ook ben van Pro Dokkum om bijvoorbeeld zelf hier te komen? Wat je wil worden, daar moet je voor gaan vechten. Dat heb ik ook gedaan. Ik wil kraammachinist worden en nu ben ik kraammachinist. En als je bijvoorbeeld kapster wil worden, dan moet je ervoor gaan om kapster te worden. Ja, gewoon ervoor vechten. En hoe lang was je nog kraammachinist gebleven? Voor altijd, hè.